Behalve de flappentap, de laptop en de automatische schuifdeur zijn er nog veel meer dingen die het leven de moeite waard maken. Zoals bijvoorbeeld de natuur met zijn leuke dieren. Het leukste dier is de vegetarische krokodil. Crocodilus herbivoria. Er zit een bioloog in de zaal. De vegetarische krokodil leeft in Zuid-Amerika. Ja. Even wat. Ik ga toch maar gewoon door, hoor. De vegetarische krokodil leeft in Zuid-Amerika in stilstaand water. Uiterlijk lijkt hij op de gewone krokodil, maar de vegetarische krokodil ziet er nog angstaanjagender uit met zijn enorme slagtanden en het reusachtige vertakte gewei op zijn kop. Hij kan wel een lengte van 15 meter bereiken. Toch is de vegetarische krokodil een goed aardig dier dat geen vlieg kwaad doet. Hoogstens per ongeluk. Hij leeft van waterlelies. Niet van de bladeren van de waterlelie, maar van de bloemen. De bloemen van de rode waterlelie. Daardoor ruikt de vegetarische krokodil altijd erg lekker. Als hij tussen de waterlelies door naar je toe komt zwemmen, is het net of er een geweldig stuk zeep op je afkomt. Dit was oorspronkelijk een spreekbeurt. Voor biologie. We moesten van de biologieleraar, een hele lelijke kerel. Hij heette Smit, hij was wel 2 meter, dus we noemden hem Smitje. Er hing altijd de vieze lucht om hem heen en ze zeiden dat hij zich om biologische redenen niet wilde wassen. En verder het ergste van hem was dat hij nooit wilde geloven. Nou, van meneer Smit moesten we dus een dier zoeken, allemaal dat er anders was, dat heel anders was dan het eruit zag. Bijvoorbeeld een dier dat er heel gevaarlijk uitzag, maar dat juist heel lief was. Of een dier dat er heel lief uitzag, maar gevaarlijk. En van dat laatste gaf Smit als voorbeeld de bruine beer, want die ziet er heel lief uit, maar die bijt. En dan had ik als dier genomen dat er heel lief uitziet, maar gevaarlijk was, het lieve heersbeestje. Maar dat mocht natuurlijk niet, meer niet van Smitje, want Smitje zei, ja, een lieve heersbeestje ziet er lief uit, maar is ook lief. Een lieve heersbeestje is helemaal niet gevaarlijk. En toen zeg je wel, meneer Smitje, een lieve heersbeestje is wel gevaarlijk, want als je op de fiets zit en je moet gapen, ik heb al 3 vriendjes verloren. Maar Smitje geloofde natuurlijk weer geen barst. Toen moest ik toch een dier zoeken dat anders was dan het eruit zag. Kon ik niet vinden. En toen heb ik de vegetarische krokodil verzonnen. En tijdens mijn spreekbeurt kwam er schuim op Smitse lippen. En zijn ogen draaiden zo hard in zijn kassen dat je het kon horen kraken. Maar ik ging gewoon door. De vegetarische krokodil houdt ook erg van kinderen. Als er toeristen op de oevers verschijnen, zwemt hij direct naar de wal en mag elk kind van beneden de 10 jaar gratis een ritje op zijn rug maken. En een kindje hoeft niet bang te zijn. Als er een school piranha's komt met hun messcherpe tanden, waarmee ze gemakkelijk een kinderbeentje kunnen afbijten, dan wordt een vegetarische krokodil erg boos. Hij slaat met zijn grote staart op het water en de piranha's vluchten jammerend alle kanten op. En als het kindje op zijn rug daarvan schrikt en gaat huilen, krijgt de vegetarische krokodil vanzelf ook tranen in zijn ogen. Dat zijn echte tranen. Zo zie je maar weer, jongens en meisjes, dat je niet bang hoeft te zijn voor iemand met een schrikwekkend uiterlijk, als hij maar naar lekkere zeep ruikt.
Hij leeft van waterlelies. Niet van de bladeren van de waterlelie, maar van de bloemen. De bloemen van de rode waterlelie. Daardoor...